De Russisch-Israëlische zakenman Arkadi Gaidama claimt dat hij de ware eigenaar is van fosforfabriek Termfos in Vlissingen-Oost. En niet Nahum Galmor, die op papier de eigenaar is. Dat schrijft de Telegraaf. 3 jaar geleden publiceerde de krant al berichten van dezelfde strekking en citeerde daarbij uit inlichtingenrapporten. Termfos ontkende toen ook maar enige band te hebben met de zakenman Gaidamak, die onder meer verdacht werd van witwaspraktijken en banden met de maffia. Gaidamak claimt in de Telegraaf dat het juist stroomman Galmor is die zich inlaat met criminele praktijken. Hij zegt daar een einde aan te willen maken, zelfs als het de ondergang van Termfos betekent. Termfos bevestigt een claim van Gaidamak te ontvangen te hebben.